Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb na een tijdje weer eens een plusje dier voor jullie en dit is een varkentje. En het is eigenlijk niet een gewoon varkentje, maar het is namelijk een Minecraft varkentje. Hij ziet er heel grappig uit, een beetje onrealistisch. Hierachter heeft hij een krulstaartje en dit is best wel typisch voor de Minecraft blokken. Natuurlijk, het zijn allemaal pixels en hij kijkt met zijn ogen eigenlijk in twee verschillende richtingen, wat wel knap is. Eigenlijk kun je alleen qua kleur zien dat het een varkentje is. Verder is het denk ik best wel lastig om te raden. Ik was er waarschijnlijk niet op gekomen. Dit varkentje heeft ook niet echt veel functies, maar in Minecraft kan het een voedingsbron zijn. Als je het varkentje doodt, dan kun je varkensvlees krijgen. En verder kun je ook de varkentjes fokken. Dat heb ik een keertje gelezen. Ik vind het in ieder geval erg schattig en grappig. En het voelt ook heel erg zacht aan. Het ligt een beetje vreemd in de hand. Dat komt eigenlijk door al die vierkantjes waar die uit opgebouwd is. Dan heb je hieronder nog de pootjes. En het hoofd is echt heel erg groot, dat kop van de kop van het varkentje. De rest van het lichaam is heel klein. En geluiden maakt het verder niet. Het is eigenlijk gewoon een normale knuffel. Als je een Minecraft-fan bent, dan is dit vast wel het juiste voor jou. En het is misschien hartstikke leuk om zoiets cadeau te geven aan iemand. Ik weet niet of niet-Minecraft-spelers daar iets mee kunnen en of ze dat leuk vinden. Dat durf ik wel te betwijfelen. Ik weet ook niet of ik het leuk zou vinden als ik het spel niet zou kennen. Maar ik vind hem in ieder geval heel erg grappig. En hij ziet er best wel interessant uit. Eigenlijk zoals alle personages en karakters in Minecraft. Echt staan kan het varkentje niet. En het hoofd is gewoon veel te zwaar, dus valt het varkentje naar voren. Maar je kunt het wel zo neerzetten. En dan kan hij ook een beetje staan. Ik vond dat varkentje erg leuk. Laat me maar weten in de reacties of jullie een lievelings Minecraft personage hebben. Misschien is het wel een varkentje. Laat dat maar weten. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!